Het Nederlands kampioenschap van jongens van 14 tot 16 jaar telt dit jaar 34 toeren op de list. Vooral zijn er nogal wat favorieten, want er rent een in per toer dit jaar bij de jongens eruit. Favorieten betoor dus, Bolzert bij Glies. Maar die het in de eerste omloop dreeg. Dreegt ze in het per toer van zijn tonnen. Ze komen zelfs maar draaien meneer achter. Maar dan is het Hendrik Bouwhuis. Neemt zijn maten mooi op sleeptouw Willem Siebe Hilverda en René Bosma. En rennen Satro tot de 4 van Metraaien. En op 4 van Metraaien, Sois Glik wint het partour van Bolzwet van Setonne. Nog 12 favorieten. Sois Bjerm zien het partour van Arem. Sois Bjerm, mooie Hannes van der Veen, Kees en Pieter van der Schoot. En Arem, mooie Jan Bouke Tolsma, Kevin Jaasma en Jan Schuren. Denk je vooral, dat kunnen we zo'n spannende partij worden, maar niks is minder weer. 4 van Metraaien wint het partour van Arem en Sois Glik. In die tweede omloop. Zullen we dat Frenzit en Ron Riepert ook spannend maken. Twee outsiders per toeren. En doch het ook mooi alles aan de hang. Vier wisselijk, zes gelijk. En dan is Craig Frenzit die het geluk heeft en de laatste twee punten te pakken met te krijgen. Makkum ervaart hoe de dadendrang van Arem is. Want ze verliezen maar in de laatste vier van Mignon en zes vier van het favoriete per toer van Arem. Dan gaan we naar de tweede omloop. Wommels Bolzwart wint het partij van Bolzwart. Die hebben smaak goed te pakken, die hebben gang goed te pakken. Frenzit zijn Arem en ik Frenzit ervaart dat Arem daar een drang heeft. 4 van mijn 12, 6 jouwer winst voor het partij van Arem. Sumeren wint van Grauw, dus Jabek wint van Stiens. Die als drie heeft in de tweede omloop een steenend nummer. Die gunnen in de vierde omloop voor Jim Bolzwart. Nou, ik derde op de partij van Bolzwart. Nij van een sterke in de bouwhuis wint van Jouw Zrik. In de vierde omloop ik nog de betoren van Arem en Chimerum in de Oemekoor. 4 van mijn 1 voorsprong voor de betoren van Arem neert aan de hoorn. Maar dan komt Willem Heringa van Chimerum even los. 4 van mijn 2, 4 van mijn 3. De Aremers litten het net los, ze winnen het op 4 van mijn 3. Dus ja, ik heb een steen nummer. In de hele finale Sint-Jabek zijn Bolzwart. En ik Sint-Jabek ervaart hoe sterk het Hendrik Bouwhuis is. Want het partij van Bolzwart wint. Dan krijgen we dus een finale tussen de partijen van Bolzwart en Arem. Nou, Arem het toespelend Arem is sterk. Maar Jan Bouke Talsma, Kevin Jaasma en Jan Schuren. Het zijn het partij van Bolzwart dus met Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en René Bosma. De eerste twee hebben vliegend hier de Vreulenpartij won. Maar het huzarensteekje is er net weer uit Heli. Want het partij van Arem dat wint in de finale met 4 van Mignon en Skinner Sois. Dan is het Hendrik Bouwhuis die kweer uitslaat en zijn partij dus de tweede prijs. Even de prijswinners op mijn rietje nog. Eerste prijs Arem, Jan Bouke Talsma, Kevin Jaasma en Jan Schuren. Tweede prijs Bolzwart, Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda, René Bosma. Tredde prijs van Sint-Jabek, Andries Jensma, Kaas Valkema en Okingma. En de vierde prijzen zijn er van Jals Riep, Jelle Skaringa, Gerrit Skaringa, Stef de Warle. En ik nog een vierde prijs voor het partij van Chimerum, Arjen van der Zee, Ramon Hogerhuis en Willem Heringa.